Ben je nog op zoek naar het ideale Moederdag cadeau of wil je jezelf verwennen voor Moederdag? Wel, dan toon ik je enkele Moederdag toppertjes. Debbie heeft er al eentje aan. Zij heeft eentje aan van Primadonna Twist. Eigenlijk een wetje, want we staan toch voor de zomer. De zomer komt eraan. Een hele, hele mooie de Maldive van Twist. Als je dichter gaat, zie je een ecru BH met een heel fijn houden streepje in. Afwerkt met een romantische kant, want het is Moederdag, we mogen het iets romantischer houden. En een heel mooi, sober bandje die gerust mag gezien zijn onder die zomertopjes en kleedjes die we vanaf nu gaan mogen dragen. Hè. Wat heb ik daaronder gestopt? Een mooie hoge short. Dus even voor de mama's, als we iets hoger er willen inzetten, perfect. Even zitten er volledig in. Eindigt op een kantje, hier een mooie kant. En als je draait, zie je een mooie brede kant ook op de poep. Zeer vrouwelijk, zeer elegant en perfect voor onder die kleedjes. Deze BH bestaat van C tot H en bestaat ook niet voorgevormd. Niet voorgevormd zien we hier de driedelige BH. Het C-stukje zorgt ervoor dat de buste mooi naar binnen wordt geduwd. Maar kijk, ga nog een keer dichter tonen. Hier zie je heel mooi dat houden lijntje in de BH. Zie je deze BH onder wit? Ja, een beetje. Maar dat mag zeker getoond worden, want het is echt wel een toppertje. Zeker een leuk cadeau voor Moederdag, want iedereen heeft toch wel graag een witte BH in zijn kast. Zeker eentje met dat ietsje meer. Dan gaan we naar een prachtig setje van Lydie Charmel. Net binnen, dus als je het online zoekt, zal je het nog niet vinden. Het is eigenlijk echt nog maar vers van de pers. Debbie heeft het aan, het voorgevormd modelletje, en ik heb het in 3 snitjes. Voilà, ze is daar. Hier zien we het plunge-modelletje. Prachtig. We zien hier eigenlijk heel veel verschillende kleuren en een mooie broderie. Het is ook een kleur die erop gespoten is. Dus je ziet eigenlijk echt wel mooie diepte in die kant. Als je dichter gaat, zie je het goed. Een prachtige bloemenprint. Het is eigenlijk een boeketje, maar dan in een BH'tje. Supermooi. Een zijden bandje met een klein juweeltje afwerkt. Juweeltje zie je ook hier tussen de borst. En dan zien we die kleurtjes van die bloemetjes terugkomen in dat juweeltje. Ja, die Charmel heeft altijd hele mooie details. Maar gerust nog een beetje dichter aan. Dat we eigenlijk die details mooi kunnen tonen. En afwerkt met een heel fijn bandje onder de cup. Voor zo dat nog wat eleganter en romantischer te maken. Je ziet ook het bloemenprintje en het beugelbandje langs beneden. Ga maar een keer, draai die maar een keer. Hier langs onder zien we mooi dat fijn bloemenbandje terugkeren. En dat is wel een prachtige afwerking. We zien dat ook terugkeren in het shortje. Hier dat fijn bandje en het bloemetje op de poep. Super elegant. Bestaat natuurlijk ook in string en in slipje. Dankjewel. Een super, super mooie BH vind ik persoonlijk. En ik krijg graag bloemen met Moederdag, maar krijg ze nog liever op lingerie. Hier zien we nog een keer de beugel BH ervan. En als ik dicht ga, dan zie je mooi die combinatie van al die kleurtjes en die bloemen. Ja, super mooi. De push-up bestaat van A tot E. En deze gaat C, D, E, F. Dus eigenlijk echt wel een prachtige BH voor de mama's in de bloemetjes te zetten of voor jezelf. Dan gaan we naar de iets sportievere mama. Niet iedereen houdt van bloemen, niet iedereen houdt van kant. Soms willen we ook een praktische BH voor jezelf te kopen. Of ook, sommige mannen zien ook liever iets sportiever. En dan gaan we naar de Louis. Voilà, Debbie heeft hem aan. Ik heb hem hier getoond in spijzer. Waarom die spijzer? Die zit super, super comfortabel. De sportieve mama wil vooral gemakkelijk zijn, maar wel uiteraard ook iets moois. En dat zien we hier. Een beetje dieper gedecolleteerd. De borst zit er mooi in. En een super fijn bandje. Je ziet eigenlijk het heeft een look van 3 fijne bandjes naast elkaar, maar zitten toch vast aan elkaar voor een goede steun. Heel mooi in dat groen, in dat muntgroen. En draait een keer een zeer mooie rug ook. Eigenlijk een rugje die gerust een keer mag gezien worden. Maar ook alles wordt mooi bedekt. Dus onder een t-shirtje gaat dat super glad zijn. Wat heb ik daaronder gestopt? Een slipje. Het gewone modelletje bestaat ook short en string van. Maar het leuke is ook een beetje die transparantie. Natuurlijk dicht waar het dicht moet zijn, op de poep en van voor. En mooi die transparante zijkantjes. Super elegant en toch sportief.
Wil je echt een zeer praktische BH cadeau doen, kan je ook voor de Louis gaan in dat powder roze. Dat is een kleur dat je niet ziet onder wit. Dus voor onder die hele, hele fijne witte pullukes of blouses is dit een perfecte kleur. Hier zie je nog een keer dat bandje. Dus ja, het is misschien net iets minder sexy om te geven, maar eigenlijk iedereen heeft zo eentje nodig in de kast. Dus dat kan je uiteraard ook. Je kan kiezen voor het iets praktischere BH'tje, maar toch is iedereen hier gelukkig mee, want we hebben zo eentje nodig. We gaan terug naar bloemen, want ik vind dit toch wel ook een prachtig BH'tje. Eentje van mijn favorietjes, de Jolie van Marijo. Zou je hem al aan hebben, Debbie? Ja. Yes, ze is er. Een zeer mooie BH ook. Ja, je ziet, ik zie veel graag. We zitten terug in bloemen, maar eerder blaadjes en echt in die fluo-tinten. Bij Lili Charmel zagen we een beetje zachtere tinten en hier ja, gaan we voor faal. Zeer mooi met een wit blouseje over, omdat die felle kleurtjes doorkomen. We zien hier het hartvormje van Marijo, laag tussenin, maar dat volgt mooi de vorm van de borst. Dus we zitten er goed in. Een fluo bandje die zeker mag gezien zijn. Wat zeg ik? Dat moet gezien zijn. En ja, die fluo tintjes in de BH. Als je draait, zie je ook die fluo lijntjes terug op de rug. En een superleuk rugje. Dus als je er iets aan hebt die een beetje transparant is of een beetje open langs achter, mag deze BH er zeker onder. Zeker een must-have voor in je kast. En de mama's gaan dit heel graag krijgen. Dankjewel. Deze bestaat ook in balkonij. We hadden het hartvormje. Een hartvormje gaat van A tot E. Balkonij van B tot E. We zien deze hier. En het speciale eraan is dat die kant een beetje doorloopt. Dat loopt door en dat zorgt ervoor, als je een decolleteetje aan hebt, een blouseje die een beetje open staat, dat je zo net dat fluo kantje een beetje ziet. Dus dat mag zeker gezien worden. Ja, ik vind dat echt wel een zeer tof BH'tje voor iemand die houdt van wat power, een beetje iets speciaals. Hiermee kan je de mama's verrassen die graag eens iets anders hebben, eens iets unieks. De Jolie van Marijo. Dan gaan we naar de bestseller van Primadonna, de Sephora. De Sephora is een hele goede BH, maar een super mooie. Die bestaat in allerlei basiskleurtjes, maar nu voor deze zomer ook in een limoengroen. Limoengroen is een kleur die eigenlijk heel veel in de bovenkledij zit en uiteraard ook in de lingerie. Een top idee voor een moederdagcadeau. Heb jij deze aan, Debbie? Voilà, ze moet hier vlug werken, hoor. Voilà, die zien we hier. Super mooi als je het mij vraagt. En dat mooie limoengroen. Het bandje boven de cup kan er eventueel af. Maar er is ook eentje als het blouseje een beetje open staat, die mag gezien zijn. Dus we kunnen dat eigenlijk gewoon hier hop, afdoen. We zien een volledig kanten cup. Wel met het zijkantje die de buste naar binnen duwt. En deze BH gaat van C tot G. Dat is eigenlijk een groot maatbereik voor een hele mooie BH. Fijne bandjes, dus leuk voor onder de topjes. En draai je een keer een mooi vast rugje en ik heb daar het stringsken onder gestopt. Dankjewel. Deze bestaat ook, zoals ik al zei, in het wit, in het zwart, in het huiskleur. Maar wil je voor de mama's eigenlijk een keer een mooi wit BH'tje geven, kan dat gerust ook. Een witte BH moeten we altijd ook in onze kast hebben. En dan zie je die hier. Terug het bandje die eraf kan. Maar eigenlijk wel een leuke witte BH. Want als je hier een wit t-shirtje boven draagt, zie je zo met je dat kant. En dat mag wel. We moeten niet altijd huidskleur onder wit steken. Dat kan gerust ook met deze BH. Een hele goede pasvorm. C tot G. En eigenlijk ja, een mooi fris wit BH'tje. We eindigen in het zwart voor de mama's die houden van zwart, die heel veel donker dragen. Draag nooit wit onder donkere kledij. Wit ziet daar eigenlijk echt van af, dus we moeten eigenlijk altijd naar die donkere tintjes gaan onder onze donkere kledij. En daarvoor hebben we een mooie Chantel BH met een klein beetje zilver. Voilà, Debbie heeft hem aan en die zien we hier. Een prachtige driedelige BH. We zitten hoog tussenin, dus een goede stevige steun van B tot F. Het zijkantje zorgt ervoor dat de buste naar binnen wordt geduwd. En ga ik een beetje dichter, dan zien we hier eigenlijk echt wel mooi ja, die zilveren detailjes op de cup. Een hele, hele goede pasvorm. En Chantel heeft altijd net iets een fijner bandje. We zien hier ook een klein juweeltje, dus dit is een bandje die zeker mag gezien worden. Ik heb er een hotpantje onder gestopt. En ja, Chantel is Frans, dus altijd hele mooie kanten slipjes. Dus ja, wel leuk om als cadeau te krijgen, als je het mij vraagt.
Voor de liefhebbers hebben we dan ook nog het plunge modelletje, een vorenvorm modelletje. Dus eigenlijk diezelfde look, maar net iets dieper gedecoteerd van A tot I. Voilà, dit geeft een klein deel van wat we allemaal hebben, maar kom gerust naar de winkel, dan ontdek je meer. We zijn hier met 12 lingerie-stylistes die jou kunnen helpen aan het perfect cadeau.